Jong Ajax is de nummer 4 in de KKD. Jong AZ de nummer 15. Jong Ajax ging in de laatste wedstrijd ten onder tegen Telstar. En dus moet het beter tegen Jong AZ. Hier een eerste poging van Christian Rasmussen op de lat. Maar de rebound is voor zijn landgenoot Mohamed Darami. Scoorde al voor Ajax 1. Nu ook zijn eerste doelpunt voor Jong Ajax. 1-0 voor de Amsterdammers. Die het historisch gezien altijd lastig hebben tegen Jong AZ. Ja, Jong AZ zit in een vormdip. 1 punt behaalden ze maar op vreemde bodem de laatste 9 wedstrijden. Jong Ajax scoort sowieso altijd thuis, zo ook in deze partij. En gaat vrolijk op zoek naar meer dan 1 doelpunt. Warmerdam. Naar Natje Unuvar, de meest waardevolle speler dit seizoen van Jong Ajax, schiet naast. Jong Ajax moet het tegenwoordig doen zonder Max de Waal. Die is naar Pek Zwolle gegaan. Maar John Heitinga hoeft hem niet te missen in deze wedstrijd. Het gaat prima met Jong Ajax. Hier opnieuw Natje Unuvar. Schiet uit de vrije trap net over. 9 doelpunten gemaakt. 8 assists voor de spelmaker. Unuvar. Kian Fitzjim. Fitzjim blijft koeltjes. En dan is het Lansana die het in eerste instantie probeert. Het doelpunt wordt gemaakt door Christian Linsson. Net zijn contract verlengd. Maar hier stopt het juichen van de IJslander, want er is buitenspel geconstateerd. Buitenspel van Enric Lansana, de aanvoerder. Daar staat hij buitenspel, het overstapje is er. Dus wordt dat doelpunt terecht geannuleerd. En zo blijft die voorsprong minimaal voor de ploeg die vele malen beter is in de eerste helft. Daar gaat Mohamed Darami weer. Darami legt hem af. Nu is het schot van Christian Linsson. Leidt tot een hoekschop. Die zou niets opleveren. Ja, er is weer publiek en dus moet er gedronken worden. In de tweede helft heeft Jong AZ nog geen grote kans gecreëerd. En ook hier in de opbouw gaat het mis. Fitzjim neemt die bal over. Darami. Bal hobbelt wat vervelend. Misschien daardoor wel. Schiet hij voorlangs. Nog één. Iataren bij Jong Ajax. Die moet nog eerst wat fitter worden voordat hij zijn kansen gaat krijgen bij de beloftes van de Amsterdammers. Hier, een eerste grote mogelijkheid voor Jong AZ uit het niets. Het puntertje van Myron van Brederode. En dan een tweede kans voor Griffith. Maar die schiet die bal bijna de boom in. Daar was in één keer die kans voor Jong AZ. En zo is Jong Ajax wel gewaarschuwd. De voorsprong is minimaal. Ruimte voor Van Gelderen. Redding van Verhulst. Met zijn 28 jaar een ervaren doelman bij Jong AZ. Maarten Martens ijsbeert wat heen en weer. Weet dat er mogelijkheden zullen komen op de gelijkmaker. Linsson. Perfect opening. Een foutje van Wouter Goes. Darami is weg. Darami houdt overzicht. Darami, daar is Wouter Goes opnieuw met een blunder. En zo komt Jong Ajax toch nog op een 2-0. Wat een pech voor die 17-jarige verdediger van Jong AZ, Wouter Goes. En natuurlijk baalt hij. Daar krijgt hij hem ongelukkig op zijn schoen. En dan loopt hij hem achter zijn eigen doelman. Griffith. Poku. Poku van afstand. Een aantal meters naast. Zo is Jong AZ in de tweede helft wel iets gevaarlijker. Maar echt aanspraak maken op een doelpunt, dat lukt nog niet echt. Misschien uit een vrije trap. Ho, wat heet! Misschien uit een vrije trap. Bram Franke invallen. Krult hem eventjes strak in de kruising. Dit is misschien wel het doelpunt van het weekend. 2-1 en de spanning is weer terug in de wedstrijd. Foutje nu van Louis Schouten. Kian Fitzjim komt niet helemaal lekker uit om goed uit te halen. Tot fase wedstrijd. Ajax weer in de aanval. En de vallende kopbal, niet onaardig, van Sontje Hansen. Redding van Hobie Verhulst. De overwinning
van de Jonge Amsterdammers is volledig terecht gezien de krachtsverhouding op het veld. Jong AZ wordt met 2-1 verslagen. De volgende wedstrijd dat is aanstaande.